dat is aanstekelijk, hè? Gapen. Maar waarom gapen we eigenlijk? Om maar direct met het antwoord in huis te vallen, we weten eigenlijk niet wat de precieze functie van gapen is. We weten dat we het doen, en dan voornamelijk uit verveling en uit vermoeidheid. Maar wetenschappers zijn nog volop aan het onderzoeken wat de echte functie van gapen is. In 2010 is in Parijs een internationaal congres gewijd aan het mysterie van het gapen. Daar concludeerden onderzoekers op welke 5 vlakken gapen onderzocht moest worden. 1. Gapen zorgt voor meer lucht in de longen. Tijdens het gapen stretch je je longen en dat zou ervoor zorgen dat er meer lucht binnenkomt en dat je gehele longen voorzien worden van zuurstof. 2. Gapen koelt de hersenen. We zouden gapen als we een overhit brein hebben. Koelelementen tegen je hoofd aanleggen zou het gapen al stoppen. 3. Gapen is misschien ook gerelateerd aan het cortisolniveau en aan enkele neurologische aandoeningen. 4. Gapen als sociaal fenomeen. Gapen heeft dus slechts een sociale functie en is een communicatiemiddel. Hoe dichter je bij iemand staat, hoe groter de empathie die je voelt, des te aanstekelijker is het gapen. En tot slot 5. Gapen is een uitnodiging tot seks. Schijnbaar gapen we nogal eens tijdens de seks, tot groot ongenoegen van de ander. Maar gapen is lichaamstaal voor erotische belangstelling, van sensuele sympathie tot pure geilheid. Wellicht een nieuwe versiertruc voor in de bar?